Hallo allemaal, ik ga je laten zien hoe je kan werken met SketchUp 2015. Je moet eerst even controleren of SketchUp geïnstalleerd staat op jouw computer. Dat doe je door op de startknop te drukken. Dan typ je Sketch en kijk of hier SketchUp bij staat. Nou, bij mij is dat zo. Ik heb zelfs drie versies, vier versies. Mocht dat bij jou niet het geval zijn, dan moet je die even installeren bij de toepassingscatalogus. Ik zal die even snel openen. En dan moet je hier zoeken naar SketchUp. Of gewoon Sketch. Enter. En dan kun je hem hier selecteren. En dan met de knop installeren, installeren. Nou, bij mij hoeft dat niet. Ik heb hem al geïnstalleerd. Jullie kunnen dat zo wel doen. Ik start gewoon SketchUp op. Op deze manier. Dus vanaf de startknop. Gewoon Sketch typen. En dan SketchUp aanklikken. Oké. Je controleert even bij Choose Template of dat je in meters aan het werken bent. Als die toevallig hierop staat, dan moet je even op meters klikken. En dan Start Using SketchUp. Oké, dit is wat je ziet. Mijn opa die staat hier met zijn boek. En het eerste wat ik doe is even op dit handje klikken, de Pen Tool. Dan klik ik op en ik sleep opa naar links. Dan ga ik een beetje uitzoomen, dat doe ik met een muiswieltje. Kijk maar wat ik aan het doen ben. Ja, een beetje uitzoomen, zo. Opa mag een beetje kleiner worden. Dan gaan we opa weer een beetje naar links zetten. Hallo opa, kom eens. Oh, hij wil niet hard. Oké, dan zet de muisaanwijzer op de Shapes tool, dit ding. Shapes. Niet hier, hè? Op dat rechthoekje met dat rode lijntje erin. Daar klik je op en je tekent de rechthoek. Dan ga ik hem 3D maken. Ik zet de muisaanwijzer op de Push-Pull tool. Daar klik ik op. En als ik dan met de muisaanwijzer op dat vlak ga staan, dan krijg je allemaal puntjes daarin. Oké, nou hou ik die knop ingedrukt, de linker muistoets. En dan sleep ik hem omhoog. Even kijken naar je mannetje, hoe hoog die moet worden. Hij moet wel naar binnen kunnen. Oké. Dus, dat was met die. Dan klik eventjes hier op de Orbit tool. Orbit. Als je daarop klikt en je houdt die ingedrukt, die knop, dan kun je een beetje ronddraaien. Kun je je huisje van alle kanten bekijken. Zelfs van de onderkant. Oké, maar ik wil hem nu van de bovenkant zien. Dan ga met de muisaanwijzer op de Lines tool staan. Niet hier, hè? Op dat potloodje. En klik op het potloodje. Dan moet je een lijn tekenen van het midden naar dit midden. Hoe weet je nou wat het midden is als je hier over die lijn gaat? Op het begin wordt die blauw. Zie je, krijg je een blauw bolletje en dan zegt hij ook midpoint. Dat is het midden. Daar klik je en dan hou je die knop ingedrukt. Dan ga je naar de andere kant, dan moet je ook een blauw bolletje vormen. Dan heb je precies in het midden van het huisje een lijn getekend. Goed zo. Nou, dan ga je met de muisaanwijzer hierop staan, de Move tool. Klik maar op die button, op die knop Move. Dan moet je die lijn gaan selecteren, deze lijn. Dus niet hier, niet hier, niet daar, hier. Deze middelste lijn die je net hebt gemaakt. En dan haal je die omhoog en dan heb je een mooi puntdak. Dat is de snelste manier. Oké, de Orbit tool gebruik je om een beetje rond te kijken. Ben je tevreden? Ja, nee. Dan gaan we een deur maken. En dat doen we weer met de eerste tool die we hebben gebruikt, de Shapes tool. Daar klik je op. En je maakt een deur. Misschien hier. Kijk even naar de grootte van het mannetje. Als die nog een rechthoek wil maken en ik wil dat niet, dan druk ik op Escape op mijn toetsenbord. Deze Esc. Ja, dan stopt hij met tekenen. Nou wil ik die deur eruit hebben. Ik wil naar binnen kunnen kijken. Dus ik wil dit vlak weg hebben. Dan klik ik op de zwarte pijl. Deze. Select. Daar klik ik. Dan klik ik op deur. En dan druk ik op delete op mijn toetsenbord. Delete. Die zit boven de pijltjes toetsen. Pijltjes toetsen, delete. Oké, oeps, hij heeft te veel weggehaald. Alleen die deur moet geselecteerd zijn, hè? Oké. Met Ctrl-Z kun je ongedaan maken. Dus ik doe nu even Ctrl-Z. En dan gaat hij weer terug een stapje terug. Nog een keer Ctrl-Z. Die weer een stapje terug. Nog een keer de deur. Hop, tekenen. Zwarte pijltje. Eén keer klikken.
Ja, dat gebeurt er als je die blauwe rand dus nu ook meegeselecteerd. Dat wil ik niet. Ik wil alleen dit vlak. Dus je moet zorgen dat die lijntjes niet blauw zijn. Alleen dit, hier moeten stippeltjes in staan en die lijntjes moeten niet blauw zijn. En dan kun je delete op jouw toetsenbord drukken. Dan heb je een goede deur. Oké. Goed zo. Nou, dan heb je je huis al ver klaar. Dan kun je nog jouw huis kleur geven of bakstenen of dakpannen. Dat doe je met deze tool, de Paint Bucket tool. Daar klik je op. Bij Materials klik je op het pijltje en kies je voor. Even kijken, wat zullen we doen? Translucent is goed voor ramen, als we dadelijk een raam gaan maken. Stone, die gaan we kiezen voor de muren. Oké, pak ik die. Je mag ook een andere pakken, welke jij mooi vindt. Dit doe je meestal pas op het laatst. Want als ik nou rond ga draaien, dan wordt het alles een beetje trager. Dat zie je nou niet, maar als je een groot huis hebt, dan gaat die veel trager ronddraaien. Dus die Paint Bucket tool, die gebruik je pas op het laatst, als je huis helemaal klaar is. Oké, daar nog. Andere kant. Nou wil ik dakpannen. Even kijken. Hoe hebben ze dat genoemd? Roofing. Deze dakpannen. Die kant. En die kant. Oké. Dan ga ik nog een raam maken in mijn huis. Dat doe ik natuurlijk weer met deze tool. Hier komt een raam. En dan ga ik naar Translucent. Kies ik die. Dan heb ik een raam. Door het raam kun je naar binnen kijken, hè? Oké. Nou, mocht je nog een beetje extra uitdaging willen, wat erg moeilijk is in het begin, als je nog niet veel met SketchUp hebt gewerkt, is om een schoorsteen te maken die omhoog wijst. Dus je kunt hier wel in het dak een schoorsteen maken. En die kun je omhoog werken. Maar dan staat die schuin op het dak. Nou, je kunt dat oplossen met deze tool, de Move tool. Dat moet je wel goed doen. Dan moet je even inzoomen. En dan ga je die recht zetten. Dan ga je die recht zetten. Een beetje uitzoomen. Zie je? Staat die bijna recht. Zo. En dan heb je ook een schoorsteen op het dak. Als je die nou perfect wil maken, dan klik je op deze tool. De offset tool. Daar klik je op. En dan ga je een stukje van de rand af. Op die manier. En met de push-pull tool haal je de binnenkant eruit. Nou, probeer dat maar eens. Is niet makkelijk. Dus dit is de bedoeling. Schoorsteen, dak, raam. Hé, mijn raam is niet meer goed. Oké, dit is het huisje wat je moet maken. Opslaan. Is makkelijk, hè? File, save as. Nou, je geeft je naam een huis. En je klikt op opslaan. Eventueel kun je hem ook printen. File. En dan. Print. Bij properties kun je instellen dat je niet zwart-wit wil printen, maar in kleur. Oké. En hij print het huis. Oké, dit was de tutorial SketchUp 2015.